maatschappelijke discussie die voor wat zeg maar voor zorg en maatschappelijk welzijn gaat, die zou je ook over de openbare ruimte met de mensen zelf in de wijken moeten voeren. En je kunt door ook creatief dingen aan te leggen en te onderhouden die onderhoudsarm zijn, kun je zeg maar het niveau van het openbaar groen best op een goed niveau houden met minder geld. Daar moeten we naar, als we moeten bezuinigen, dan is dat iets waar je concreet op moet gaan bezuinigen, dat is duidelijk. Dus u vindt niet van, het moet zo kort gemaakt worden dat we de eerste 3 jaar daar geen omkijken meer naar hebben? Wat je toch wel eens ziet hier. Nee, maar dat is ook een misvatting. Ik vind wel dat er af en toe te ruig gesnoeid wordt, inderdaad. Maar het is bijna zo dat dan in het voorjaar het leed weer geleden is en dat alles weer groen uitloopt. Maar even in die winter en voorjaarsmaanden ziet het er dan inderdaad arm uit. En dat kan wel eens wat minder en wat netter, dat ben ik met u eens. Maar ik zie nu dat 2 keer in de week wordt bij ons in het Essenpark het gras gemaaid. Terwijl ik denk dat kan makkelijk 1 keer in de 3 weken. Waarom daar? Misschien weten ze dat u daar woont. Ja, we gaan ons best eens daar doen. Nou, de deur, meneer Lamberts. Ik ben wereldberoemd in Nieuwekerk, maar dat weten ze vast niet. Dus ik vind dat daar best op bezuinigd kan worden op een aantal dingen. Terwijl het niveau groen, want daar zijn wij erg voor en daar is de hele politiek voor. We willen een groen dorp blijven. En ons uitgangspunt, dan moet je ook wat hoger bouwen en niet alles volbouwen. Maar ja, daar was de rest van de politiek. Het probleem is ook vaak dat zeg maar groen en onderhoud vaak heel erg bepalend zijn voor je leefplezier en je leefbeleving, zeg maar. En daar zal je dus ook met elkaar je verantwoordelijkheid in moeten nemen. Deels door meer effectief te gaan werken en efficiënt te gaan werken. Dus waar kan je het minder doen? Waar kan je het, wat meneer Lammers als voorbeeld aangeeft, misschien wat minder frequent doen? Maar ik wil echt nogmaals benadrukken dat het ook een discussie is die we wel met elkaar als maatschappij binnen zo'n dorp als Zuidplas, met die verschillende kernen, moeten voeren. Omdat we daar ook met elkaar verantwoordelijk voor zijn. En het niet alleen maar bij de gemeente kunnen leggen als van, ja, die lost het wel op, precies. Nou, dat gebeurt niet. Rondom de begrotingswijze een heel mooi voorbeeld, hè, van een mevrouw die een voorbeeld aandiende. En die zei, ja, nou ja, weet je wat je doet, gemeente? Geef mij een heel klein beetje geld, echt een heel klein beetje. En dan zorg ik ervoor dat die bloembak voor mijn huis en het huis van de buren, dat ik die netjes hou. Nou, ja, precies. Een kleine wijkbudget is, mensen doen dat op vrijwillige basis. Hebben niet alleen, tenminste hebben er vooral zelf belang bij dat het mooi is. Dus zullen daar ook tijd en energie in willen steken. Nou, prachtige voorbeelden om er op een hele andere manier weer naar te gaan kijken. Om heel langzamerhand naar een einde van deze debat te komen, naar dit debat. Ter afronding, ik hoor toch al het hele uur langzamerhand iedere keer boven water komen. We moeten wat meer verantwoording bij de inwoners leggen. Mensen moeten wat meer zelf gaan oppakken. En daar wordt natuurlijk over gesproken in de politiek, in het raadhuis. Maar hoe breng je dat nou bij die mensen dat ze het ook echt gaan doen? Zien jullie hoe je dat concreet nou echt voor elkaar krijgt? Want daar gaat het om natuurlijk. Ik denk dat je terug moet om de buurt waar je woont weer als basis te stellen. Inderdaad met wijkbudgetten. Dat mensen veel meer betrokken worden van hoe kan ik mijn eigen buurt, de budget van mijn eigen buurt beheren. En er zal niet alles kunnen beheerd worden door de mensen. Dat is natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid voor de overheid, voor de lokale overheid. Maar betrek mensen weer meer bij hun buurt. Op het moment dat mensen zelf zeggen van hey, we vegen met z'n allen even op zaterdagmiddag om 1 uur gezellig onder het genot van een kopje koffie onze straat aan. Hè, dan heb je een heel ander beeld en dan heb je een leefbaarder iets. En dan brengt dat meer. De buurt moet de basis weer zijn. Maar, nu wordt zo dingen niet, centraal. Krijg je niet hele grote verschillen tussen buurten. De ene buurt, er zitten een paar actievelingen, die doen van alles. Mensen en de andere buurt, die is die wat passiever. Zijn en die daar passief de en tijd er gebeurt niets bij wijze van spreken. Ja, daar moet je dus, hè, en daar kan als gemeente ook veel meer in die buurtbudgetten mensen stimuleren om dat te gaan doen. En ik snap natuurlijk wel dat er buurten bij zijn waar mensen, de bekende mensen die allebei samen de hele week hard werken. Maar als zij op een gegeven moment ook die verbetering zien, dat die wijk daarvan opknapt. En je ze er echt bij betrekt, ja, dan geloof ik niet dat er wijken zijn die echt helemaal niks gebeurt. Ik vind de Bomenwijk vind ik altijd een voorbeeld. Hè. Daar wonen heel diverse mensen. En als je de omgeving van de Bomenwijk, zeker nu die opgeknapt is. Ja. Maar dan vind ik dat de mensen daar uitstekend voor die omgeving zorgen. Want er wordt wel gezegd, nou die Bomenwijk, maar daar wordt echt, denk ik, door vrijwilligers Een heel goede rol gespeeld. Mensen die daar dat regelmatig. Een actieve vereniging is daar. Er is een actieve vereniging. Dat vind ik een goed voorbeeld hoe het ook kan. Maar André heeft gelijk. Het is natuurlijk zo, mensen die 2 verdieners zijn, die 's morgens vroeg van de deur uitgaan en 's avonds laat, die verwachten dat ook de overheid
op basis van bijdragen die we met z'n allen in de vorm van belasting betalen, dat die daar ook serieus mee omgaat. En op de, als de overheid de zaak laat verloederen, is dat een heel slecht signaal. Daar moeten we dus wel voor oppassen. En volgens mij moet als gemeente daarbij ook niet bang zijn voor maatwerk. Hè? Dus dat, als we gewoon de wijken intrekken met de uitdagingen die we hebben, dat met elkaar delen. Met de inwoners van Nieuwekerk, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht, noem maar op. Daar de uitdagingen delen. En dan kan het wel zijn dat daar op basis van alle creatieve ideeën die de mensen daar hebben en de omstandigheden, hè, Moons noemde het ook als een voorbeeld van hoe het in Moerkapelle gaat op het gebied van veiligheid. Kan het wel zijn dat er een andere aanpak uit ontstaat. En volgens mij moeten we dat ook helemaal niet erg vinden. Maar wat zullen de inwoners van de gemeente Zuidplas hiervan denken? Er wordt bezuinigd. En eigenlijk wordt de bal toch een beetje bij hun neergelegd. Het is heel belangrijk om ook even in die beeldvorming wel aan te geven dat die bezuinigingen niet de keus zijn van de gemeente Zuidplas. Ja, die bezuinigingen, zeg maar, die zijn onderdeel van de economische situatie waarin wij zitten. Minder geld wat naar de gemeente wordt toegeschoven. En wat ook betekent dat wij de broekriem moeten aanhalen. Dat zijn niet bewuste keuzes dat we zeggen, goh, laten we nou eens eventjes wat minder geld uitgeven. Nee. Het betekent gewoon dat we keuzes moeten maken. Als we te weinig krijgen en we geven te veel uit, ja, dan heb je een tekort. Dus je wil meedenkende burgers, met initiatief. Maar ik vind het, ook hier wordt weer de bezuiniging als een bedreiging gepresenteerd. Hè? Alsof we allemaal de rekening moeten gaan betalen van bezuinigingen. En ik wil hem toch juist als een kans presenteren. Als een kans dat je ook weer veel meer in controle bent over je eigen leefomgeving, over de mensen met wie je samenwoont, dat je daar veel meer contacten mee hebt. In die zin wil ik die 7,5 miljoen waar we naar op zoek gaan, wil ik gewoon vooral zien als een kans. Een kans om als overheid een stapje terug te doen en de wijken misschien wat meer op te laten fleuren, wat meer ruimte te geven. En Trots op Nederland, ziet dat ook als een kans? Het blijft altijd een kans. Daar ben ik altijd zo voorzichtig mee. Want even terugkomend op het feit van ja, we praten maar met de mensen en we spreken dingen af. Hartstikke leuk, dat wil ik ook. En dan denk ik dat we een fantastische, utopische omgeving kunnen krijgen. Maar zolang je daar geen controle op hebt of handhaving, dan wordt het volgens mij nog steeds niet. En voor mij hoeft het helemaal geen politiestaat te worden, absoluut niet. Dus laten we dat even voorop stellen. Maar de controle zal er absoluut moeten blijven. Maar halen we daar ook de bezuinigingen uit die moeten? Levert het dat genoeg op, die burger die initiatief gaat tonen? Natuurlijk levert dat niet voldoende op. En uiteraard moet het ook vanuit die burger komen. Want wij als gemeente moeten die broekriem aantrekken. En dat zal iedere burger die zal eraan mee moeten doen. Want dat is niet alleen in de gemeente Zuidplas. Dat is ook wat meneer Domelaar net zei. Het is landelijk opgelegd. En dus dat moeten we met z'n allen moeten we dat doen. En wij hebben hier als een gemeenteraad een verantwoording om op de juiste wijze aan die bezuinigingen stal te kunnen brengen. Oké, heer, om af te sluiten, over een maand zijn de algemene beschouwingen. De begrotingronde komt eraan. De laatste keer bij de perspectievennota waren er nog een heel veel vragen. Denkt u dat al die vragen nu echt beantwoord zijn? Nee. Oké, dan verheugen wij ons al op de algemene beschouwingen. Nou, misschien kan ik u dan toch even de verwachting wat temperen. Want we hebben als fractievoorzitters al gezegd van nou, algemene beschouwingen, dat gaan we niet doen. We voeren gewoon met elkaar een debat in een eerste en een tweede termijn. En dan moet het gewoon klaar zijn. Ja, het gaat met name ook over de bezuinigingen voor aankomend jaar. Want wat er vanaf 2012, dat moet gewoon nog veel breder bekeken worden. Nog meer onderzocht worden en dergelijke. Ja? Het is een technische begroting in principe. Okay. Nou, ik hoopte namelijk op een heel spannend debat. Om dan weer. Oh, maar dat sluit ik ook zeker niet uit. Nee. Ja, misschien kunnen we dan weer het live op internet brengen. Ja, dat gaan we nu onderzoeken. Dat spannende zit er waarschijnlijk in van wat wij gaan doen met de discussie rondom de plek van de gemeenteraad ten opzichte van het college. Van zijn wij dus in het dualistische systeem in staat om als gemeenteraad zeg maar, onze positie zodanig neer te zetten dat we daar ook een spannend debat op laten volgen. Want dat is wel mijn voorkeur. Okay. Met elkaar dat debat aangaan en die dialoog aangaan. Of zitten we te veel met elkaar in een zo van, nou we gaan dus met elkaar proberen zoveel mogelijk op consensus aan te sturen, waardoor het debat een beetje stilvalt. Nou, dat is een interessante. Ik begrijp dat de niet-collegepartijen dit met vreugde aanhoren. Oké. Okay. En laten we zeggen, de methode om achter de katheter te gaan staan straks, die moet dat stimuleren om dat debat goed los te krijgen. Precies, ja. Nou, als u ons een stevig debat belooft, op 2 november is dat geloof ik, dan gaan wij ons best doen om te kijken of we het weer op spelen hier in Zuidplas, en dat merkt u nu ook al hier aan tafel, we spelen altijd op de bal en niet op de man. Oké. Okay. We houden het netjes. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage hier aan deze bijzondere uitzending, waarin wij ook op internet te zien waren. We gaan het zelf ook terugkijken. We zijn heel erg benieuwd wat het eigenlijk is geworden natuurlijk. Het was een try-out, zoals dat heet, waarvan wij hopen te leren en in de toekomst te verbeteren en meer stappen in deze richting te gaan doen.
En natuurlijk ook de Mignon dan nogmaals bedankt voor hun gastvrijheid en de locatie die prachtig is waar we hier mogen zitten. Oké, dan gaan we terug naar de studio, want volgens mij is er nog net op de radio tijd voor een lokaal, verlaat lokaal nieuws.